Waar ik het meeste van stok, dat je ook in de 1 tegen 1 situaties... Dat je eigenlijk je man niet voorbij kwam. Nee. En als je zeg maar, Berghuis of de Pijp van links of rechts kwamen... en altijd komen ze met de linkerbeen... maar daar stonden daar 10 van die gasten stonden te wachten. Pizzabakkers, postbodes, ja, dat soort mensen allemaal. Het was niet echt een niveau. Pizzabakker liep er rond en een postbode. Het was dan niet echt toppers, toch? Hè? Die spelers niet. Gibraltar, Jan. Je gaat ineens over de pizza. Ja, nee, ja, die liep er gewoon tussen. Pizza. Ik heb gelijk honger. Ja, ja nog geen Kip Kerry open. Hè? Dan moet je me oppassen met Kip Kerry, dat weet je. Maar die, ja, die, ja, link. Ja, die Wiever had het meest de balcontact. En dan zeg je al heel snel dat hij goed speelt. Ik bedoel, maar... Er was geen ruimte, niks. Alleen maar daar te spelen. Nee, maar je hebt het over Weghorst. Maar Weghorst, ik zou niet, als je gewoon op de middenlijn zou spelen... zou ik niet tegen Weghorst willen spelen. Want die blijft 90 minuten blijft hij lopen. Ja. Maar dan moet hij in die kleine ruimte. Ja, dat was een klein probleem. Maar is het niet zo, Jan, dat de kwaliteit een beetje te wensen overlaat... van de huidige generatie? Dat we niet zo heel veel... Wel, ja. Ja, toch?